Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. We krijgen geleidelijk aan te maken met een lage drukgebied. Dat lage drukgebied ligt nu nog boven het zuiden van Engeland, maar gaat zich in de komende 48 uur geleidelijk verplaatsen naar de zuidelijke Noordzee. Aan de voorzijde van dit laagdrukgebied wordt op dit moment nog warme lucht naar Nederland toegevoerd. Die zorgt ervoor dat de temperatuur nog eventjes behoorlijk is opgelopen in een groot deel van het land. Dit zijn de maximum temperaturen tot het middaguur vandaag: 25 graden in het noordwesten, tot 28 graden in het oosten. En er komt nog 1 of 2 graden bij. Dus op een enkele plek komt het kwik zelfs weer dicht bij de 30 graden uit. In de avond gaat de bewolking wel duidelijk toenemen. Dat zagen we net al een beetje op de satellietfoto aankomen. De bewolking wordt dus uh, behoorlijk dik en uiteindelijk volgen er vanuit het zuidwesten ook een aantal regen- en onweersbuien die ook in de nacht nog over het land kunnen trekken. De minima komen uit rond de graad of 14. Dan morgen overdag schijnt van tijd tot tijd de zon, maar er trekken verspreid over het land ook enkele buien over. En met name in het noordoosten kan daar onweer bij zitten. Het wordt zo'n 20 tot 23 graden en daarmee is het nergens meer zomers warm en is de hittegolf dus echt overal voorbij. Er waait verder een behoorlijk stevige zuidwestenwind, die is matig boven land, kracht 3 of 4. In de kustgebieden vrij krachtig en pal aan zee zelfs een krachtige wind, windkracht 6. De dagen daarna zien we ook een vrij wisselvallig weerbeeld. Van tijd tot tijd trekt er een bui over het land. Tussendoor is er een afwisseling van wolken en zon. Op donderdag en vrijdag ligt de middagtemperatuur zo tussen de 20 en lokaal 24 graden. En ook op zaterdag is dat de middagtemperatuur, maar dan zien we wel het aantal buien duidelijk afnemen. De wind draait geleidelijk naar een noordwestelijke richting en neemt ook geleidelijk aan wat in kracht af. Kijken we dan nog naar de 15-daagse verwachting. Dan zien we dat de temperatuur voorlopig echt niet meer aan extreme waarden komt. Hij ligt over het algemeen. In de middag, zo rond de 23 of 24 graden. In de nachten ligt het veelal tussen de 12 en 15 graden. En kijken we dan nog naar de neerslagkans. Die zien we dat in het weekend die duidelijk wat minder is, maar daarna neemt die weer toe. Bijna elke dag kan er dan wel een bui vallen of trekt er een zwak regengebied over. Dat levert zo'n 5 tot soms 10 millimeter regen op. Dat zijn geen grote hoeveelheden, maar het is toch genoeg om de natuur weer een beetje op adem te laten komen. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl